Dames en heren, jongens en meisjes, welkom op het YouTube-kanaal van Darts Actueel, waar we net als elk jaar weer kennis gaan maken met de nieuwe toekwarthouders. Ja, en toch wel een beetje een fan van ons, de Nederlandse Amerikanen, Jules van Dongen. De verrassing van Q-School voor sommigen, ja, voor ons eigenlijk niet. Jules, welkom. Leuk dat je bij ons aan wil schuiven. Ja, dankjewel. Ja, als eerste gefeliciteerd met je toekwart natuurlijk. Heeft het jezelf verbaasd? Ja, toch. Toch wel, aangezien ik niet voor mijn gevoel niet lekker stond te gooien in aanloop naar Q-School. Toch denk ik, mis ik wat toernooiritme die laatste 6 weken. En ook niet. Het trainen liep gewoon niet lekker. Dus in dat opzicht was het wel een beetje een verrassing voor mezelf. Alleen ja, je gaat er wel gewoon naartoe om met een idee, ik ga ervoor. Dus ja en nee. Ja, goed, ja, we kunnen jou natuurlijk vanaf de CDC toe, maar ja, voor sommigen was je nieuw. En dan begint je Q-School eigenlijk ook meteen heel apart. Je begint, je wint de boel, je gooit 140 en dan? En dan stopt hij ermee, ja. Ja. Ik had al een heel raar gevoel erbij, want hij zat, hij had niet ingegooid. Hij leek niet erg veel interesse te hebben en hij haalde zijn pijltjes uit een plastic zakje uit zijn broek en... Hij zag er niet uit als een dartspeler. En toen zei hij, ik ben geblesseerd, ik kan niet door. En ik kan ook niet tellen, zei hij. Ik kan niet score houden. Toen zei ik van, ja, dan doe ik dat wel. En ging hij snel een biertje halen voor me. En toen zei hij, auf Wiedersehen. Dan was hij weg. Dus niet meer gezien, hele weekend. Toch een apart begin voor jou. Zeker, het is meteen je eerste Q-School. En dan meteen zo'n begin, had dat nog verder invloed op jou? Dat je die volgende wedstrijd dacht van, nu gaan we eigenlijk pas echt beginnen? Ja, dat, kijk, ik dacht, toen ik hem zag, wist ik natuurlijk van, die heb ik. En dus je wil dat wel het wedstrijdritme hebben. Zeker de tweede wedstrijd was Dragutin Horvat. Ja, dan moet je er meteen staan. Dus dat was voor mij dan de eerste wedstrijd. Ja, en Dragutin die had dan een wedstrijd kunnen spelen. En ja, dat was wel een beetje, dat was trouwens niet mijn tweede wedstrijd volgens mij. Maar goed, dat terzijde, je wil gewoon zoveel mogelijk spelen. Dat was eigenlijk ook het doel bij Q-School. Dus ja, het had niet heel veel invloed op me, maar ik had hem graag wel gespeeld natuurlijk. Ja, en als we dan beginnen bij de first stage, jij begint natuurlijk in de first stage, want je hebt nog helemaal geen PDC ervaring. Ja, je hebt natuurlijk een CDC gegooid, maar dat, ja... is in vergelijking met Q-School toch iets anders. Hoe heb je die first stage beleefd? Je hebt 2 dagen de laatste 16 gehaald en 1 dag de laatste 64. Ja, je zegt al van tevoren niet helemaal lekker in je spel. Was je tevreden met die first stage of ging je met twijfels naar de final stage toe? Ja, scorend was het nog ver van mijn normale doen. Alleen ik stond wel redelijk goed dubbels te raken en een paar combinatiefinishes en... Ja, ik wist eigenlijk al vrij gauw, ja, 1 keer de laatste 16 halen, dan heb je al genoeg punten. Dus ik had voor mijn idee, denk ik, heb nu nog 2 dagen om je spel te vinden. En dat is eigenlijk ook wel gelukt. Dus zodra ik die tweede fase inging, had ik toch het spel redelijk kunnen vinden. Ja, en dan ga je naar die final stage toe. En dan sta je er eigenlijk naar dag 1 redelijk vol. Laatste 16, verlies je van ook toe, kan houden nu Damien Mol. En die dag 2 word je eigenlijk meteen finalist. En viel er toen eigenlijk een spanning van je af? Ja, je weet wel, met 7 punten moet het heel gek gaan. Wil je het niet halen. Alleen, ja, je bent er nog niet zeker van. Dus in die finale kom je 4-0 voor. Dus een beetje een dubbel gevoel, want je wil het gewoon afmaken die dag. En dat laat ik dan afweten. En als ik terugkijk, was het een beetje samenloop van omstandigheden, denk ik. Ik liet het een beetje los bij 4-0. En Brian begon gewoon heel goed te gooien. En hij was net telkens een stapje voor, een paar hele hoge finishes. Ik ligt er niet lang wakker van. Maar ik had hem graag natuurlijk gewonnen daar. Ja, en die dag erna verlies je dan ook nog van Rodriguez. Speelt dat dan nog mee? Of had je toen al zoiets van, we wisten vrij snel dat je zeker was met 7 punten. Dacht je toen nog iets van, het maakt niet meer uit, ik ben toch al zeker? Ja, ik wist gewoon 2 wedstrijden winnen ben je daar. Dan is het klaar. En ik was daar heel erg op gefocust. En zodra ik die tweede wedstrijd win,
Met ook wel het beste spel van mijn weekend ook eindelijk. Dat je echt het gevoel hebt dat je staat te raken zoals je dat wil en kan. Ja, en die wedstrijd daarna was er meteen daarna. En ik had er niet heel veel interesse in. Ja, goed, dan kom ik wel nog terug tot 5-5. En ik mis twee matchpelen tegen hem. Maar ik kon aan hem zien dat dat voor hem heel belangrijk was natuurlijk op dat moment. En ja, ik sta wat vrijer te spelen en het hoeft allemaal niet meer zo. Dus ja, er valt toch wel een bepaalde, ik wil niet zeggen spanning, maar toch wel, ja, je laat die focus en die concentratie, laat je dan een beetje lopen. En ik vond het wel prima zo. Ja goed, je hebt de kaart. Ja, en nu? Want je woont natuurlijk in Amerika. We hebben natuurlijk ook Danny Beggers, waar je goed mee bevriend bent, die woont ook in Amerika. Bijvoorbeeld Jeff Smith woont ook nog in Canada. Dat zijn eigenlijk de drie, ja, de wat grotere buitenlandse tourkaarthouders. Hoe wil je dit gaan combineren? Want er vallen wat superseries weg. Er komen wat meer weekenden bij. Dat is voor jou wat in nadeel. Hoe ga je dat beleven? Blijf je nu in Nederland? Ga je terug naar Amerika? Kom je in februari terug? Blijf je tot de UK Open? Wat is je plan? Ja, ik heb nu in ieder geval voor die eerste maand wel een beetje het plan. En ik kom voor de eerste pro-tour kom ik 2 weken. Dus dan heb ik die 2 weekenden achter elkaar. En dan kom ik weer terug voor de UK Open. Ja, dan ligt het ook een beetje aan hoe die Eurotour qualifiers gaan. Maar ja, we zijn er nog niet helemaal over uit. Het ligt ook een beetje eraan hoe het gesprek op het werk gaat. Of er wat te combineren valt. Of dat ik gewoon volledig moet stoppen met werken. Want ik heb wel voor mezelf besloten dat ik daar wel volledig voor wil gaan. En dat, dat ik geen half werk ga doen. En natuurlijk ook, ik zal veel meer moeten gaan trainen dan ik nu doe. Dus ja, ik ga er alles aan doen en misschien dat ik een appartement ga zoeken in Engeland om in ieder geval een uitvalsbasis te hebben in Engeland, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Nee, want wat zijn eigenlijk je doelen dit jaar? Kijk, wil je een Eurotour halen, wil je 4 Eurotours halen, wil je de Grand Prix halen, matchplay wordt krap, dat is Durant alleen nog tot nu toe gelukkig de laatste paar jaar. Wat is echt je doel het komende jaar? Ja, nou ja, ik denk voor mij is het natuurlijk ervaring opdoen. En ik zou me heel graag voor wat Eurotours willen kwalificeren, omdat dat natuurlijk ook goede ervaring is op het podium. Dus ik hoop dat ik er daar een paar van me kan meepakken. En toch prijzengeld kan gaan binnenhalen om zo langzaam die ranking omhoog te gaan. En dat je niet op het allerlaatste van mijn tweede jaar alles aan moet doen om in die top 64 te komen. Dus ik wil dat zo snel mogelijk in de flow komen en proberen prijzengeld binnen te halen. En natuurlijk het WK zou dat heel erg mee helpen. Dus de WK is natuurlijk wel een belangrijk doel, denk ik, daarvoor. Ja, goed, we zien bij jou een iets andere aanpak dan bij andere spelers. Je bent nog aan het sporten. Je bent fysiek wat fitter, net als Price. Dat zijn er niet veel in de top 64 die zo fit zijn als jou. Zie je dat als een voordeel voor die lange dagen op de Pro Tour? Als je eenmaal een beetje op gang komt? Ja, en ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is dat ik meer vrije tijd krijg. Niet alleen om te trainen, maar met name om tijd voor mezelf te hebben, dat ik wel kan blijven sporten. Want ik merk nu, ik ben dan nu 4 weken in Nederland. En ik heb echt niet heel veel kunnen sporten. En ja, dan dat voel je gewoon. Als ik 10 kilometer ga rennen, voel ik me gewoon veel beter. En dat gevoel wil ik wel blijven vasthouden. En niet 20 kilo bijkomen per jaar. Daar heb ik geen zin in, dus. Goed, dat is een goede instelling. Jules, wil ik bedanken voor je interview. Heel veel succes dit jaar. En wie weet, dankjewel. Tot in Alexandra Palace. Ja, zou mooi zijn. Dames en heren, bedankt voor het kijken op het YouTube-kanaal van Dutch Bell. Abonneer je hieronder voor meer toffe content de komende tijd. En wie weet, tot bij een volgend interview.